Helemaal leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ja. Wacht even, ik heb gewoon. Heb ik iedere video weer? Dan zet ik. Moet ik per se het geluid uitzetten? Kan ik die afstand vinden? Ja, ja. En dus ik laat aan, dan kan ik nog eens op weg. Mijn zeker weer eens harder. Ik weet niet wat er met mij is, maar. Ja. Nou. Ik heb een boerderijtje, alleen dit is dus een 4-sterren-eiland geworden. Ik ben er zelf best trots op. Ik heb zelf ook voor de socialiteit enzovoort van het eiland, heb ik ook nog allemaal kamers toegevoegd. Hier heb ik een premium room. Deze wordt iedere dag sowieso schoongemaakt, alleen nu heb ik mijn hele uniform niet meer en mijn stoffetje is weg. Dus. Oeps. Blue World Cleaning Service. Sherp, jij zit nou echt even flink in het probleem. Kijk, je ziet ook al dat ik ermee bezig ben. Ik heb die jurk trouwens zelf gemaakt. Dus ja. Dit is een andere kamer, maar dit is een normale. Dit is een normale kamer. Hier komen dan allemaal watervallen. Dat lijkt me ook wel vet. Het is allemaal watervallen enzovoort. Dat is gewoon een huisje. Hier ook Beatjes, hier ook Dina, hier ook Judy. Ja, voor de rest is alles eigenlijk een beetje hetzelfde. Er waren twee plekjes waar ik nog bezig was. Dat was bij het oude huis van mijn zusje, Milou. En hier zo... deze verdieping, zeg maar. Dan moet ik nog wel een eindje. Ik moet nog even snel doorheen, want anders duurt het echt even. Hier babbels. Dit ook nog. En dan denk ik, ja. Wat moet ik ermee? Ik denk telkens dat het vallende sterren zijn. Ik vind het vreselijk. Ik heb alle spullen trouwens besteld voor raden. En dan heb ik. Ja, ik heb een hele outfit besteld. Volgens mij ook nog een paar andere spullen. Dus ik weet van rest niet meer allemaal. Ik heb gewoon een paar dingen besteld. En ook nog wat, maar. Ik heb iets besteld, zeg maar. Daar laten we het maar. Even. Die twee zijn met elkaar aan het zoenen. Kijk. Ik heb er allemaal spaties achter gezet. Ja, ik praat niet heel veel nu, maar ja, ik kan hier misschien, dit is een beetje een tour plus eiland tips, zeg maar, gaan we er gewoon van maken. Ja, heb ik eigenlijk überhaupt nog eilandtips? Ja, straat je hele eiland vol. Want anders gebeurt er hetzelfde als het met mij gebeurd is. Zo hoor. Maar ja. Dit deel is niet bestraat, maar dat vind ik nou niet heel erg. Ja, heb ik eigenlijk nog iets. Dit delen. Oh ja, natuurlijk. Kijk maar echt. Je zou denken dat ik best goed ben, alleen maar mels.
Die lopen nou niet super goed. Kan ik je zeggen. Maar ja, daar heb ik nog niet heel veel mee. Kijk, altijd ijzerklompjes liggen. Heb ik even geen ijzerklompjes? Daar liggen ze. Daar liggen nog meer. Iets verder daarheen. Nog verder daarheen. Nog verder. Hier ligt een schep. Maar hier? Oh, zijn er minder. Nice. Hier heb ik. Ik wil wel zeggen. Eigenlijk als goed maakje voor mijn vriendinnen. Dan maak ik een soort wedstrijdje met hun date van mijn hele eiland cleanen. Dan krijg ik zeg maar wat of zo. En als het dan niet is gelukt, dan moest ik hun wat terug. Nee. Toen lukt het niet alleen vandaag, zeg maar. Vandaag is het nu vrijdag, ik weet niet wanneer ik weer de video. I don't know. Maar, ja. Ik vind het gewoon hilarisch om te doen. Loop ik even. Kijk, tijd loopt, ik loop. Ik heb trouwens de Pimpoesel Challenge gedaan. Zo, ik moest bijna kotsen. Dus ik heb niet de smaak. Ja, vandaag. Oh, ik heb die smaak nog steeds in mijn mond. Ik had rot. Nee. Ja, ik had rotte melk. Had ik ook nog stinkende sokken. En ik heb er twee gepakt en die twee had. Misschien lekker voor mij vandaag. Daar is de wind. Wel, anders gaan we gewoon een keertje een museumtour doen. Heb ik nog niet gedaan. De Walmuseumtour. Want ik heb een soort eilandtour gedaan, maar die doe ik zo meteen nog wel helemaal volledig. Nou zet ik even gauw de timer uit. Oké. Waar gaan we als eerste heen? Wacht, heb ik trouwens nog iets voor bladders? Nee, normaal heb ik altijd wel iets. Oh ja, dat komt omdat ik mijn fossielen laatst nog heb verkocht. Ik verkoop tegenwoordig al mijn fossielen. Ik hoef ze niet in bladders te geven. Ik vind het toch saai. Kijk, het museum. De kunstafdeling gaat niet echt goed. Heb jij nog kunst die wel echt is, want ik heb laatst een vlog schilderij gekocht van 10.000 legos en die was nep. Daar was ik echt niet blij mee. Ja, denk ik ook van ja, why? Waarom is dat in de game? Je verspilt je fucking klikkels aan nep schilderij, maar die kan je dan wel weer in je huis hangen. Misschien wel voor wat leuks. Leuk zweertje of zo. Maar, dan heb je er niet heel erg veel aan. Ja, dit is een beetje een insectenafdeling. Ik ga er nou heel snel doorheen, alleen terwijl ik eigenlijk ook hele rondleiding zou kunnen geven. Alles. Zo een beetje door mij gedoneerd. Alleen ik en Rosanna hebben hier aan gewerkt. Bij sommige dingetjes zie je iets van Rosanna liggen. Dat is bijna niet. Dus. Die heb ik de laatste tijd ook niet heel erg vaak. Ja, het is soms. Als het uit school komt of zo, zie ik het soms nog wel even. Maar. Ze zitten namelijk niet op de middelbare. Dus dan denk je ook wel, ja. Jammer. Rivier, beestje, slak. Adriaan. Kijk, hier staat. Ja, de meeste dingen had ik al gelijk toen ik deze game ging spelen. Had ik al gelijk spullen. Had ik gelijk. Gelijk.
staan nog van. Ik ga gewoon wat dingetjes doen. Nu heb ik de indeling met groot plein, klein plein, dat plein, dat plein, dit plein, dat plein. Dan kan je zelf een huisje kiezen. Tarantula. Daar loopt die. Ik heb al de kriebels van als ik naar kijk. Oh, ik ga het net een sok halen. Zo, dan denk je even. Als je dan kijkt in de noemelkrossing. Naar de tarantula. En je raakt ineens sok aan. Denk je, want ik wist niet dat die sok wel lag. En ik raak ineens die sok aan. Ik raak net nog iets aan. Ik raak een kleedje aan. Dan denk ik gelijk, creepy. Maar ja. Ik wil deze video niet zo lang laten duren. Laten we er een kwartiertje van maken. Dus. Vier. Café de Til, dat is eigenlijk gewoon een cafeetje, dat boeit eigenlijk niet echt. Het ziet er gewoon uit met allemaal muren, een domme vogel en ja, dat was het een beetje. Om dat weer af te nemen. Ja, zo'n museum. Even kijk, voor sommige dingen heb ik dan weer te weinig tijd. Dus ik kijk zo wel hoe lang het gaat duren. Nou, dit is zeg maar een beetje. Dingetje waar je tickets voor nodig hebt. Dit is het grote plein. Hier is een speciaal festival ding. Hier is een huis. Hier staat een huis. Hier staat een huis. Ja, moet ik anders de bewoners even gauw doen. Ja, daar is het naar. Ik laat het wel even gauw plat. Everyone, check this. Dit are I. And I lives here. In het huisje wat je een beetje. Dit is Rosanna. Die woont daar. Dit is Simon. Die woont daar. Bubbles. Scoot. Sharp. Julie. Sharp. Tina. Nou, je zag soms. Meestal 3 uitroeptekens. Dat is de tweede account van mijn broertje. Maar daar hebben we eigenlijk mijn vaders account van gemaakt. En hij heeft meestal ook nog een opslagaccount gemaakt. Maar dat was eigenlijk de account van mijn moeder. Bij de bewoners vertel ik wel even in welke straat. Oké, we beginnen onder. Boven de helling liggende straat. Tina. Judy en Peaches. Kijk, wacht, ik noem die naam. Tina, Judy en Peaches en Milou. We wonen in de. Hoe zou ik deze eigenlijk doen? Want hier had ik nog geen naam voor. Er was er eentje, daar had ik nog geen naam voor. Boshouderstraat of zoiets? Ja, misschien kunnen we dat misschien doen. Shep. Poncho. Mijn nieuwste en mijn oudste. Poncho is mijn beginbewoner en Shep is mijn allernieuwste bewoner. Die wonen aan de Bovenhellingstraat. Ja, daar had ik volgens mij net een hele andere naam voor. Bubbles en Simon wonen op de Tussenhellingstraat. Sharp en Fauna wonen op de Wilhelminastraat. En Scoot woont op de Prinses Beatrixstraat. Ook wat oudere dingetjes in stoppen enzovoort. Ik zelf woon in, ja, het is niet echt, ik woon
Gewoon in Wonderland noem ik het een beetje, maar het heet anders daar, maar ik heb een nieuw bedrijfje. Dat is mijn broertje. Naar de wc moet. Ja, hij praat harder dan ik. Dus dan heb je wel een dingetje. Mijn moeder, ja, die woont op het strand. Mijn broertje, die woont in de Zijstraat. Zo heet die straat. Dat is hetzelfde bij Tentje. Ook in de Zijstraat. Ja, het is een beetje een wijkje, zeg maar. Rosanna woont er ook nog. Maud woont ook in de Wilhelminastraat. Koningin Wilhelminastraat heet het eigenlijk. Heb ik hem nog iets te vertellen? Nee, ja. Nou, dat was mijn eiland dingetje. Enzovoort. Nou, tot de volgende video. Abonneer zeker heel even. Druk ook op het duimpje omhoog. En doei.